Kijk hoe deze wedstrijd verloopt tussen PSV en PEC. Pek Zwolle naastig op zoek naar punten. Naastig op zoek naar goals. En PSV vandaag toch naastig op zoek naar een snelle beslissing. Sangaré scoorde ook tijdens de interlandbreek voor Ivoorkust. Drommel is de keeper. Max Boskagli, Ramaljo, Mene. Het zijn allemaal geen verraste namen, Sangaré, Van Ginkel. Het zijn eigenlijk gewoon de vaste elf, bijna kun je zeggen. Met de terugkeer van Gakpo, de terugkeer van Madueke. Dus er staat dan Gutsen en Zahavi is de spits. Ja, en PEC speelt op papier 4-3-3. Of 4-2-3-1, maar in de praktijk zal het eerder 4-5-1 worden. De buitenspelers van PEC Zwolle die zullen heel dicht bij hun backs komen voetballen. Kenneth Paal vanaf de rechterkant, Atsic vanaf de linkerkant. En dan de spits, Redan, die dan op zijn momenten moet zien toe te slaan. Houdt Kleijent en al, dus moet hij snel met de benen. Lamproel, als dit Madueke is, Madueke terugleggen nu. En dan karamboleert die bal terug in de handen van Kostas Lamproel. En aan de andere kant is het 1-0 voor PEC Zwolle. Is het Redan die de openingstreffer produceert in de derde minuut van de wedstrijd? Het is de trap van Kostas Lamproel. Het doorkoppen en dan het mistasten, volledig mistasten. Astic blijft van de bal af. Dat is slim. Ik denk dat als hij wel aan de bal was geweest, daar dat hij buitenspel had gestaan. Dan blijft hij daar vanaf. En in de korte hoek, Redan met de 1-0. De verrassende 1-0. Wel daar met Nakayama de bal speelt. Geen buitenspel Astic, omdat Boskagli nog achterin te vinden was. En hier de volgende kans. Voor PEC Zwolle. Nou, het uitgedokterde plan past in ieder geval in de beginfase van de wedstrijd. Gutsen. Tussendoor Van Ginkel. Zahavi mooi gespeeld. Alleen net naast. Wenen ziet de loopactie van Gutsen aan de rechterkant. Prima gespeeld. Terug naar Zahavi. Zou je denken... Oh! Nou ja, net niet. Dat was de tweede heel dikke kans voor PSV. Deze bal is heerlijk van Mouwene. Op Gutsen geen buitenspel, zeker niet. En dan is de bal voor Zahavi net niet goed genoeg. Prima opening weer, dit is Madueke. Over Nakayama. Ja. Binnen door buiten, maar hij kan het allebei weer strak voor richting Zahavi. Sangaré, Gutsen. Wenen terugleggen. Ja, dat was de bedoeling inderdaad op Gakpo. Dat was goed gezien, maar ook goed doorzien vervolgens door Nakayama. De actie van Madueke, want die heeft de dreiging naar beide kanten. Binnen door buiten om. Zahavi goed gekopt. Madueke kijken in de 16, wat is er? Gutsen en Zahavi. Gakpo komt erbij. Mwene komt erbij. Sangaré. Maakt nog wel eens een goal de laatste tijd. Madueke laat Zahavi. Ach jongen. En nu onderkant lat. En als je toch de kansen bekijkt die PSV tot nu heeft gehad in de eerste 18 minuten van de wedstrijd. Dan moet je toch ook stellen dat het ze nog niet bepaald mee zit. Dat ze wel wat pech hebben. Van Ginkel, de uitstap is daar van Huiberts. En deze bal komt nog goed uit voor Gakpo. Goed schot. Matsic. Paal. Terug naar Matsic. En daar komt ongeveer Saimak net vandaan. Madueke, prachtig meegenomen. En ook sneller en behendiger dan Huiberts, ja.
En dan is het de volgende van Polen. Ook daar komt hij langs. Wat een fantastische actie van Madueke. En er is dan vervolgens niks aan de hand. Het was er eentje voor de eeuwigheid geweest als hij deze had afgemaakt ook. De acties van Madueke. Veel sneller dan Huiberts, maar dan ook echt veel sneller. En dan de volgende is van Polen. Ook daar glipt hij langs. En dan hier, dit is ook vrij. En dan is er eigenlijk niet heel erg veel aan de hand. Dus dat hier niet besloten wordt te fluiten voor een strafschop, dat snap ik wel. Sliding van Redan, de zorg voor balbezit naar de weken. Boskaki, hij zelf dan misschien met een prima poging. En dan Max en twee keer is het Lamproek. De tweede keer heeft hij hem zelf klem. Na het schot van Boskaki. Drong Lamproek tot een redding. En een rebound voor Max. Sahavi. Nou ja, Sahavi. Weer schot, weer een redding. Maar dat Sahavi nog niet heeft gescoord. Dat is op zich wel een wonder. Dit was niet zijn grootste kans, maar hier, 1-2 gaat hij aan met de speler van PEC. Hij heeft al heel wat mogelijkheden gehad. Mooie actie, Gakpo. Voorbij een Pabai. Gakpo, heel ver. Oh! En weer Lamproek. Dat wijst zich wederom een prima keeper. Zeker als hij een klein beetje warm geschoten wordt, als in een wedstrijd als deze bijvoorbeeld. Dan kan hij voor de tegenstander hinderlijke sta in de weg zijn. Prima redding. Lamproek. Oké, ja, maar niet langs Wenen. Dan is dit Madueke. Sahavi natuurlijk in het midden. Madueke terugleggen. En Sahavi kon daar ook weer net te weinig mee doen. Gutsen. Max terug Gutsen. Gutsen, Madueke sleept op de langs. En dan weer een prima sliding van Nakayama. Want ze geven werkelijk alles, PEC Zwolle. En het levert voorlopig nog steeds die voorsprong op. Van Ginkel. Gakpo. Max, Sahavi naar de eerste paal. Hier dan Sangare. En hij schiet over. De bal staat er vlak voor hem op. Een dropkick. Daar staat Carlos Vinicius klaar en die komt voor Sahavi. Oh, die zal met een verschrikkelijk gevoel van het veld gaan. Maar ik zei al eerder, hij heeft dan niet bepaald het geluk als een kont hangen in deze wedstrijd. En Vertessen komt voor Van Ginkel. En dat is een zeer aanvallende wissel. Lamproek wegblijven. Vinicius koopt over. Stevig de P in. Koolwijk. Tedic. Gutsen. Vertessen. Ook dat is een handige speler. Vertessen voorlangs. Omdat hij in de draai toch enigszins het gevoel van richting kwijt is, logischerwijs. Maar het doel nou ook alweer stond. Hens van de Wit. De speler uit de Ajax gewoon. Daar ligt Noni Madueke. Madueke, daar zit hij hier gezegd. Ja. Die zal aan de benen voelen dat hij een tijdje niet gespeeld heeft. Dat hij met name voor rust een paar keer vol gas is gegaan. Het moment om te wisselen lijkt nabij. Op nu dat moment. Bruma voor Madueke. Van der Belt.
paal. Met Mwene. Terug naar Kayama. Kayama, dat is wel onderuit. Geen overtreding. Sangaré, dit is Gutsen. Max. Er zijn wat spelers van PEC Zwolle voor de bal. Dat gebeurt niet al te vaak. Gakpo. Gakpo, Bruma, Bruma, sleept hem er langs, Bruma, Bruma. En ook nu weer Van Polen die ervoor duikt. Gakpo, de afdraaien, daar de kopbal, Ramalho! En het is 1-1. De man van wie je verwacht dat dat degene zal zijn die bij een corner nog wel eens succesvol zou kunnen wezen. En daar zal heus aandacht aan besteed zijn bij PEC Zwolle. Maar soms kun je ergens aandacht aan besteden. Daar is het Ramalho die Nakayama wegduwt. Geen kans voor Lamproe. En is het 1-1. Vertessen. Vinicius, daar Gakpo! Het staat 2-1. En dan is het in een paar minuten tijd toch twee keer PSV. Ramalho. En Gakpo. Heel wat mensen hebben hier behoorlijk lang in de piepzak gezeten. En dat komt er allemaal uit. Boskakli. Mooi hoor. Wat een mooie goal. Wat een fantastisch genomen vrije trap. En dan is de conclusie dat PSV met de schrik vrijkomt. Geen punten voor Langele. En zijn ploeg had wel een bak aan complimenten. De drie punten zijn en blijven voor PSV. Zij winnen op de nipper met 3-1 van PEC.